Maar zo kan je met muziek heel veel tegenkleuren geven die de film nog spannender of nog enger of juist nog leuker maken. Comedy het beste middel is om wat serieuzere onderwerpen en wat zwaardere onderwerpen aan de man te brengen. Ja, dat je kan gaan spelen met beeld en geluid. En dat je daardoor zo eigenlijk een eigen wereld kan creëren. Ik ben er eigenlijk vrij laat mee begonnen. Ik ben denk ik toen ik 16 of 17 was op de middelbare school kwam ik een jongen tegen die met muziek bezig was. En dat vond ik ontzettend leuk. En toen ben ik met hem gingen we liedjes maken en zingen en dat soort dingen. En hij was eigenlijk degene die meestal de leiding had. Toen hadden we iets van 45 liedjes gemaakt of zo. En ik had daarvan 2 gemaakt. En toen zijn we bij een platenmaatschappij terechtgekomen. Dat is verder niks geworden, maar toen kozen ze mijn 2 liedjes uit als de beste liedjes. En dat heeft mij enorm veel boost gegeven om ermee door te gaan. Toen op de Kleinkunstacademie waar ik op zat, kwam ik in aanraking met hele andere soorten muziek. Met de moderne klassieke muziek van Stravinsky en dat soort dingen. Vond ik ook ontzettend interessant. Toen werd er een film gemaakt op mijn school. En toen heb ik gevraagd of ik de muziek daarvoor mocht doen. En dat mocht toen. Ja, toen is het een beetje gaan rollen. Dus ik ben er een beetje bij toeval ingerold. Ik heb eigenlijk de mazzel dat ik in het begin, toen maakte ik voor de schoolfilms maakte ik muziek. En daar heb ik wel meteen de valkuilen geleerd van het vak dat je nooit meer moet willen met de muziek dan de film wil. En dat was een heel belangrijke les. En toen, op een gegeven moment ben ik wel door dat ik voor zo'n schoolfilm muziek maakte, ben ik gevraagd door een regisseur om voor zijn speelfilm ook muziek te maken. En die muziek, als ik die film terugkijk, denk ik, de muziek vind ik zelf wel mooi, maar past er niet per se heel goed bij de film of dergelijke dingen. Maar die producent was wel dermate enthousiast dat hij mij voor een tweede en een derde film heeft gevraagd. En die derde film dat was met Paolo van der Oest en daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Meteen na mijn school heb ik wel stage gelopen als acteur. Ik heb wel rollen gespeeld en dat leek op zich wel best goed te gaan. Maar ik kwam er al vrij snel achter, want op mijn opleiding heb ik ook al veel muziek gedaan natuurlijk. Maakte ik voor andere programma's ook muziek. En op een gegeven moment dacht ik, toen ik in het acteursvak belandde, kwam ik gewoon achter dat ik niet zo goed was. Ik was middelmatig en ik merkte dat muziek makkelijker afging. Dus toen al vrij snel, na 2 of 3 jaar, heb ik besloten om het acteursvak aan de wil te hangen. En ga helemaal voor de muziek te gaan. Vond ik ook nog best moeilijk, want ik vond het wel heel leuk. Het acteren zelf is leuk, maar ook het hele gedoe eromheen met acteurs en de kroeg in en dat soort dingen. Dat vond ik nog best lastig om op te geven eigenlijk. Comedy het beste middel is om wat serieuzere onderwerpen en wat zwaardere onderwerpen aan de man te brengen. He, thema's als de dood en mensen die pijn hebben. Die kun je met comedy beter overbrengen zonder dat mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. Ze lachen het met z'n allen weg. En dan zijn we wel met het onderwerp bezig geweest, maar niet zo serieus dat we daarna denken, dit hadden we niet moeten doen. Godverdomme! Ja, ik weet niet, dat is hetgene wat mij het meeste trekt, denk ik, van het filmmaken. Gewoon een verhaal vertellen waar je mensen mee een discussie wil laten starten of wil nalaten denken over een specifiek onderwerp. En ik denk dat ook de essentie van het filmmaken is. Dat je met iets visueels en iets auditiefs is het, denk ik, een verhaal vertelt waar mensen iets aan hebben ook. En het zij dan vrije tijd verdrijf, maar ook iets diepers om over na te denken. Bruno vroeg mij om in de expositie, of eigenlijk iets voor de expositie intensive care te doen. Dus iets met intensive care, dus iets met ziekenhuis. En de expositie was eigenlijk, of de vraag was eigenlijk, maak iets wat aan dat gebouw vastzit.
En toen dacht ik meteen aan mijn hele familie die allemaal roken. En ook niet stoppen met roken, ook al worden de benen geamputeerd. Andere dingen zou ik je besparen. Maar toen dacht ik wel, want die mensen, toen ik mijn opa op een gegeven moment naar buiten reed bij het ziekenhuis, toen was het vond ik het zo eigenlijk ook wel mooi en ontroerend dat hij toch nog heel erg genoot van zijn sigaretje, ondanks dat hij zijn benen daardoor verloor. Een vreemd perspectief op een vrij stugge omgeving, zoals de zorgomgeving, die bol staat van de stereotypen. En die stereotypen dacht ik dan wel als beste op een bepaalde manier in een korte film kon vangen. Ja, dat je kan gaan spelen met beeld en geluid en dat je daardoor zo eigenlijk een eigen wereld kan creëren. Dat vind ik heel mooi, een film. Het is ongelooflijk wat een werking muziek op beeld heeft. En mensen weten dat natuurlijk niet, want mensen zien een film in zijn geheel gewoon als één ding. Dus met de muziek erbij. Als je die muziek weglaat, dat is een fenomenaal verschil. En het is zo ontzettend leuk en zo geweldig om elke keer te ervaren wat de muziek dan nog toevoegt. Het allerbekendste voorbeeld, en dat wordt natuurlijk ook altijd gegeven, is de film Jaws. Als je die... Dan weet je dat de haai komt eraan. Dat heeft hij heel handig aan het begin van de film geëxposed. En die film was eigenlijk mislukt in de montage. Tenminste, na het draaien zat Steven Spielberg met zijn handen in het haar. Want de special effects haai was helemaal niet zo goed. Dus ze hebben heel erg gezitten denken, wat moeten we nou doen? Ja, en die muziek, dat eigenlijk op het moment dat je alleen maar de zee ziet en je hoort die muziek, denk je, oh mijn god, die haai komt er alweer aan. En dat is een effect wat onderbewust plaatsvindt. Want muziek gaat niet, dat werkt niet op je verstand, dat werkt op je gevoel. En dat is een van de dingen die, ja, dat is het duidelijkste voorbeeld daarvan. Maar zo kan je met muziek heel veel tegenkleuren geven die de film nog spannender of nog enger of juist nog leuker maken. En ja, het klinkt een beetje academisch, maar als je daar voorbeelden van zou laten zien, dan met en zonder muziek, dan is dat is echt een heel erg groot verschil. Iedereen monteert tegenwoordig zijn film met muziek die al bestaat. En ongemerkt gaat dat toch in je hoofd zitten en ga je toch denken dat dat de juiste muziek is voor de film. En ik zou altijd adviseren in elk proces om de film ook zonder muziek weer te gaan kijken. Omdat ongemerkt beïnvloedt die muziek, beïnvloedt je montage en laat je misschien een shot langer staan dan je zou willen of juist korter. Omdat de muziek dat een beetje dicteert. En ik zou adviseren om niet op tijdelijke muziek te gaan editen, maar de kracht van de edit altijd af te laten hangen van het beeld. En dan past de muziek er weer bij. Dus als je al tijdelijke muziek gebruikt, ook altijd voordat hij op slot gaat, even nog een keer zonder muziek kijken, de film. En dan hoef je dan niet met iedereen erbij te doen, maar wel jij en je editor.